Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Animal Crossing nieuwe Horizons video. Mijn favoriete game voor de Nintendo Switch. En in de vorige video konden jullie stemmen voor wie ik een vakantiehuisje moest gaan bouwen. Voor Tybalt of voor Stu. En ik moet zeggen, het lag redelijk dicht bij elkaar. En iedereen die Tybalt heeft gekozen, gefeliciteerd. We gaan voor hem een vakantiehuisje bouwen. En hij zegt, mijn knuppelcollectie moet nog een plekje hebben. Oftewel, dit is natuurlijk een sporter volgens mij. En hij zegt, yo, topje te zien. En mijn spontane glimlach is meteen een goede training voor mijn wangspieren. Als jullie nou willen dat ik voor Stu ook een huisje ga bouwen, doe dan even die duimpjes omhoog. Laten we zeggen, bij 700 duimpjes ga ik ook een huisje voor Stu bouwen. En laat even in de reacties weten wat ik dan in zijn huis moet zetten. Maar nu gaan we beginnen voor Tybalt. Hij zegt, vraag je, kan een vakantiehuis ook dienst doen als fitnessruimte? Zo ja, dan wil ik er een. Help je me? Dat gaan we doen, jongen. Dat gaan we doen. We gaan een fitnessruimte voor jou bouwen. Let's go, Tybalt. Ik vind Tybalt echt super leuk. En hij zegt, ik wil dat je tot het uiterste gaat met dit project. Geef alles wat je hebt. Dit wordt een hele uitdaging, maar misschien krijg je het wel voor elkaar. Oké, hij wil echt honkbalspullen sowieso in zijn huisje. Alleen dat? Is dat het enige? Oké, Tybalt. Helemaal goed. Nou, dan moeten we nu een eiland gaan kiezen waar Tybalt zich thuis gaat voelen. Even kijken hoor. Hij is een honkballer, hè? Ik denk dat je hier best wel kan honkballen. Ik bedoel, dit is precies vierkant. Daar kunnen we gelijk een honkbalveldje van maken. Let's go, laten we dat doen. Ik vind dit perfect. Oh, maar voordat we gaan beginnen, moet je die eerst zelf maar eens zien. Oh ja, we gaan Tybalt natuurlijk naar zijn eilandje brengen. Een echte tijger is niet te temmen. Dit wordt mijn nieuwe krachthonk, zegt hij. We gaan knallen. Brul! Oké, coach, jij hebt de leiding. Ik sta te springen. Ja, eens even kijken wat we hiervan kunnen maken dan. We moeten dus een pad aanleggen sowieso. Ik denk een aardepad. Dat het echt een veldje wordt voor hem. Kijk, wat... Zo, langs zijn huis. Hoppakee. Moeten we natuurlijk wel hekjes langs gooien? Ja, ik denk zelf dat hij dat golfplatenhekje wel chill vindt. Hier, zo, hoppakee. Dat mensen er niet langs kunnen. Dan daarachter is voor het publiek. Dus dan moeten we bankjes neerzetten. Ja, wel van die sportbankjes. Ja, dit. Dit is top. Dan kunnen we een stadion maken voor hem. Dit zijn wel lekkere Tybalt kleuren. Let's go. Oké, top. Ja, deze kan weg. Deze kan weg. Dan doen we natuurlijk zo'n hele grote honkbalpet in de midden. Flessenkratje erbij. En daar kan dan een fles water op. Gewoon standaard flesje water. Helemaal goed. Links van zijn huisje, daar staat de scheidsrechter of zo, denk ik. Dus daar hebben we deze speelgoedstoel voor nodig. Heel cool. Ja, in het rood. Lekker. Wacht, we gaan het even allemaal neerzetten. Hier het kratje. Flesje water ernaast. Erop, bedoel ik. Dit is een plekje voor de scheidsrechter. Lekker tafeltje ernaast. Oké, dit moet in het midden van het veld. Degene die gooit, die moet vanaf deze plek gooien. Dan is het nu tijd om zijn honkbassetje neer te leggen. Ik vind deze wel cool. Zwart-geel. Dat past echt super goed bij Tybalt. Degene die slaat moet vanaf hier slaan. Daar leggen we ook even zo'n achtervangershelm bij. En eigenlijk moeten we op de hoeken allemaal ballonnen hebben, want dan weten mensen waar ze naartoe moeten rennen. Oké, deze mag hiernaast. Ja, zo. Dan moeten ze natuurlijk hier naartoe. Het is de bedoeling dat ze die ballonnen gaan pakken als ze de bal hebben geslagen en het rondje gaan lopen. Ja, dit wordt wel vet. Dit wordt wel een tof veldje, hoor. Als je hier binnenkomt, moet je wel natuurlijk je schoenen aantrekken. Dus die liggen hier ook alvast voor je klaar. Oh, wacht even. We hebben ook hekjes. Ja, eigenlijk moeten we ook wel hekjes neerzetten, ja. Weet je waarom? Op het moment dat je te hard slaat, dan sla je de bal misschien wel uit. Dus, wat gaan we doen? We gaan het veld iets kleiner maken. Kijk, we gaan het veld even zo maken. En hier gaat het dan weg. En dan die hekjes gaan we even draaien. En die moeten dan hier staan natuurlijk. Kijk, het past alleen net niet zo te zien. Oh, maakt niet uit, dan doen we het even zo. Prima. Schuiven we even de scheidsrechterstoel en de bank even op. Oh, hier moeten we nog een honk maken. Zo. Oh, we hebben lichtmasten. Serieus? Dat is zo vet. Die heb ik nog nooit gezien. Die zijn echt cool. Oh, maar die kan ik niet echt meer kwijt, joh. Hoe vet is dat? Kunnen we die hierachter kwijt? Ah, net niet. Ja, maar die moet ik hebben. Nee, dan gaan we het veld nog verder aanpassen, jongens. We moeten die lichtmasten kwijt. Ja, yes, die gaat daar. Deze gaat hierachter. Deze gaat dan daar naartoe. En hier nog een lichtmast. Dit is echt veel te cool. Even kijken hoor, we kunnen het dus ook avond maken. Ja! Kijk, dan zie je die lichtmasten ook echt schijnen. Heel vet. Zo, nog wat keien. Dat is ook wel grappig. Past er wel bij. Moet wel een beetje obstakels zijn natuurlijk, hè. Weet je waar deze wedstrijd wordt gespeeld? Turkije. Oeh, er zijn ook van die sportoutfits. Zag ik dat nou goed?
Ja, kijk hier van die pakjes, hondbattenus. Oh, wauw. Maar die wil ik dan hier te hebben staan. Want dat zijn dan de reservespelers, zeg maar. Of de spelers die nog het veld in moeten komen. Wat ik zelf altijd mooi vind, is nog één patroontje erbij. En dat is een soort van een gouden sprite op je zand. Dat vind ik altijd heel nice. Kijk, dan krijgt het net allemaal even iets meer... sparkle of zo. Dat vind ik heel cool. Maakt het even net wat speelser. Als je dat gewoon zo random een beetje toevoegt af en toe op bepaalde plekjes... Ziet dat er net even wat leuker uit. Zo, oké, klaar. Ik denk dat we er zijn. Ik denk dat we best een vet sportveldje hebben gemaakt voor Tybolt. Kijk dan. Dit is best wel cool. Als je zo binnenkomt en je houdt van honkbal... Nou, dan is dit wel de shit. Dit is echt vet. Toch Tybolt of niet? En hij vraagt of zijn huis al af is. Nou, is nog niet helemaal klaar, jongen. Ik heb buiten nu voor je gedaan. Maar nu moeten we binnen gaan doen. Kijk, en hier ligt al zijn cadeau wat sowieso hier in het huis moet... Zijn baseball set. En ik begin eigenlijk altijd met het behang en de vloer. Want dat vind ik altijd het makkelijkst. Eigenlijk moet dit een soort van kleedkamer worden, hè? We hebben buiten het sportveld en dan moet dit de kleedkamer zijn. Toch vind ik deze aardevloer best wel nice eigenlijk. Zie je niet vaak in een kleedkamer, maar vind ik wel cool. En even kijken hoor. Beetje een stoere wand hebben we nodig. Stadionwand. Dat is ook wel grappig. Maar dit is niet het stadion. Gaashekwerk is wel grappig. Dan kan het ook als oefenruimte dienen. Touwnetwand. Deze geeft echt een beetje het gevoel van een loods. Nou, ik denk eigenlijk dat ik deze wel vet vind. Het gaashekwerk. Hoeven we eigenlijk ook niet zo heel veel meer aan de muren te doen. Want dat heeft al genoeg detail met deze gaashekwerk ding. Oké, Tybolt, het wordt je kleedkamer. Heb je een beetje stoere bankjes? Ja, kijk, deze plastic bankjes die passen er wel in. Omdat jij geel bent, de gele tijger ga ik ook voor geel. Oeh, cool. Er zijn nog logo's op te plaatsen. Ik vind deze wel cool. Ja, zo en zo. Baseball setje ligt al klaar ervoor. Hier staan ook nog een paar spelletjes te wachten. Blauwe speler staat hier tussen. Deze gast staat lekker hier. Ja, ik vind het tof. Ik vind het tof. Ik vind het echt heel leuk. Baseball cappie erbij. Oh, dat krijg je op zo'n pop. Nee, dat wil ik niet. Die ga ik even weghalen zo. Dat gaat met deze ook gebeuren zeker. Ja, dat dacht ik al. Gewoon wat schoenen. Hebben we nog van die lokkerkasten? Ja, bijvoorbeeld deze. Ja, is een schuurtje, is dat? Wat hebben we nog meer? Ja, dit soort rekken hebben we natuurlijk ook hier wel nodig, hè? Hoppakee, in het geel eentje. Home trainers zie je ook vaak in sportruimtes. Op het moment dat de spelers aan het voorbereiden zijn. En natuurlijk deze. De drukbank. Let's go. Laten we ze even goed neer gaan zetten. Die daar, die kan naast de deur. De drukbank kan lekker hier in de midden. Ja, niet helemaal daar in het midden. Deze moet nog weg, deze moet nog weg. Sportschoenen. Mogen nog bij de deur. De drukbank mag dan hier. Zo. Kijk, we hebben hier een kledingkast. Maar deze ziet er een beetje te lief uit. We hebben wel een beetje stoere kledingkast nodig. Ja, dat zou alleen deze zwarte kunnen zijn. Ik weet niet of die nou heel mooi is. Nou, oké, hij kan wel. Hij kan wel. Doen we dit zo... Deze een beetje hier. Of deze zo ervoor. Weet je, misschien moeten we één fitnesshoek maken. Dan hebben we hier een fitnesshoek zo... Dan kunnen we hier nog wat plaatsen. Komen we toch weer uit bij de kampeerbank, jongens. Ja, let's go. Op die kampeerbank kunnen we dan nog flesjes drinken of zo neerleggen. Ja, top. Dat hebben ze wel nodig. Misschien wat eiwitten. Zo, yep. Ja, het begint er al op te lijken. Vindt het alleen nog niet zo symmetrisch of zo. Misschien moeten we toch wat dingetjes draaien. Misschien moet het meer in de hoek zo. Ja, daar zo, yep. En dan dit even zo helemaal in de hoek zetten. Ja, oké, dit wordt al beter. Misschien heeft er iemand behoefte aan een zinken emmer. Kan die hier nog naast? Nee, dat past niet. Hij kan wel hier in de hoek. Zo, top. Ja, ik hoef niks aan de muur te hangen eigenlijk. Want de muur is al genoeg muur. Kunnen nog een vloerkleed zoeken wat erbij past? Rubberen moddermat? Ja, zou kunnen. Moet eigenlijk wel in het blauw hebben. Dat is een blauwe trainingsmat. Misschien past die beter. Oh, wacht even. Deze kunnen we al hieronder leggen. Zo, onder dit ding. Of kan die beter onder het bankje zo? Oh, dat heeft ook wel wat, ja. Laten we de twee zo neerleggen. Ja, top. Dit ziet er wel goed uit. We hebben ook nog een kampioensvaandel. Ja, misschien maakt dat de kleedkamer wel af, hoor. Kijk, als je binnenkomt zo'n vaandeltje, dan voel je je wel champion, of niet, Tybolt? Dus hebben we nog een wc nodig? Heel vaak moeten sporters toch voor de wedstrijd even naar de wc. Weet je wat? Die zetten we ook nog even neer. Ja, kijk, zie je, hij vindt het leuk. Ja, Tybolt moet poepen. Tybolt moest net poepen en nu hebben we wc neergezet. Dus hij is er blij mee. Top. Nou, die zetten we hier neer voor je, Tybolt. Kan je lekker even schijten voor de wedstrijd. Nou, die vaandel vind ik toch minder. Die vind ik toch niet zo tof. Misschien wat autobanden, maar ik denk dat dit wel een beetje alle items zijn die we vet vinden. Ik denk dat dit het wel ongeveer is. Hier zo nog wat autobanden, helemaal goed. Misschien kunnen we deze man wat meer random plaatsen. Ja, die is hier lekker aan het drinken zo. Ik wil eigenlijk de wc nog hebben een soort van afschermen met een cabine, maar ik heb de items daar niet voor volgens mij. Niemand wil zo gewoon... poepen waar al je teamgenoten bij zitten, toch? Of ligt het aan mij? Maar ik heb alleen dit hek. Nou, weet je wat? Dan knallen we er maar een spiegel naast. Kan die naar zichzelf kijken als die aan het poepen is?
Misschien kan het toilet hier in het hoekje. Nee, past niet. Nou, dan heb je pech. Dan moet hij gewoon hier. Tybalt, dit is je trainingsruimte, vriend. En buiten heb je een stadion waar je lekker kan gaan spelen. Laten we een foto maken, man. Let's go. Ik kom er ook even op, vriend. Ik kom even naast je zitten. Of ik kom hier in het hoekje staan. Of ik kom hier staan. Of ik weet het nog niet zo goed. Ik hoop dat je er blij mee bent. Helemaal top. We zijn klaar, jongen. We zijn klaar. Dit is je vakantiehuis. Het is af. Vind je het mooi, Tybalt? Wat echt? Mijn sportfort is klaar. Je hebt echt alles gegeven. Ik ben trots op je. Nou, dankjewel. Ik ben ook trots op mezelf. En ik ben blij dat jij er blij mee bent. We kunnen nu gaan kijken naar een half minuut durend filmpje van Tybalt. Die hier zijn superleuke hok gaat inspecteren. Waar hij kan trainen. Waar hij zich kan voorbereiden op de wedstrijd. Nou, ik vind het er wel bij passen, hoor. Die kleurtjes ook. Dat geel. Ik vind het heel nice. Het blauw past er ook wel lekker tussen. Kijk hem eens. Kijk hem eens blij zijn. Kijk hem even chillen op het bankje. Ja, hij is zich aan het klaarmaken. Hij is zich aan het focussen voor de wedstrijd. Heel nice. Oh, hij gaat nog ook even een lolly eten. Ik vind hem leuk. Ik vind het een basie. Het is sowieso een superleuke villager, man, Tybalt. Echt, I love him. Heel cool. Super bedankt, zegt hij. Dit is de beste plek voor besloten trainingen die een tijger zich kan wensen. Want die laat zich niet temmen, hè. We weten dat. Goed gewerkt en nu alles klaar is, mag je uitblazen en herstellen. Na inspanning komt ontspanning. Laat even weten, jongens, wat jullie van het plekje van Tybalt vinden. Vinden jullie dit een goed idee? Willen jullie dit ook gaan maken? Drop in de comments wat je wil dat ik voor stoer ga doen. En ik ga er lekker van door, jongen. Geniet ervan op je vakantieeilandje. En dan zie ik je de volgende keer. Want ik kom echt nog wel een keer langs bij hem, hoor. Zijn we weer, zegt Nico. We zijn weer klaar. En alle banaantjes, zegt hij. Je hebt het weer gedaan. Het glanst helemaal. Hij is lekker het bureautje aan het schoonmaken. Wardle kan namelijk alles laten glansen door het te poetsen. Echt alles. Het is net tovenarij. Kijk hem, jongen. Wardle houdt hier alles keurig schoon. Maar hij doet dat het liefste wanneer er niemand is. Bij mij schiet schoonmaken er vaak bij in als ik het druk heb. Dus ik ben je erg dankbaar voor je hulp. Nico ook. Nou, ze hebben een persoonlijke schoonmaakster. Ik wil dat ook hier in huis, jongen. Die lekker al deze spulletjes gaat afstoffen en zo. Dat zou echt ideaal zijn. Lottie is trots op me. En we krijgen 6000 Pocky. Pokémonies. Gaan we al zo door. Zeker, maar eerst wil ik dat ding kopen. Ik wil dit hebben, jongen. Ik wil deze. Ik wil deze vogelzwemband. Geef mij deze vogelzwemband. wat is dit eigenlijk? Kleine LED display? Klinkt wel stoer, man. Ik ga hem gewoon kopen. Maakt me allemaal niet uit vandaag. Anyway, bij de 700 duimpjes gaan we ook een vakantiehuisje voor stoel maken. En ik heb daar heel veel zin in. Ik hoop jij ook. Doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor heel veel Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!